hele goede morgen. Het is vandaag maandag en welkom bij een nieuwe vlog. Zoals je misschien kan horen, heb ik last van mijn keel. Lang leven het einde van de feestdagen. Lia heeft bij Brenda geslapen, dus ik heb alleen deze kleine spruit. Dus dat is wel lekker. We gaan nu eerst even de oud en nieuw special van The Mask zingen kijken. We gaan maar eventjes bouwen. Ik ben blij dat ik vandaag eventjes alleen Noah heb. Want ik heb wat van mijn keel. Het is wel minder dan gisteren. Dus ik heb goed gedaan om tragiteer meteen te nemen. Maar zoals je hoort is mijn stem een octave lager. Wauw. We gaan vanmiddag even stemmen. Dus ik hoop dat straks lekker slaapt. Dan ga ik ook nog even liggen. En dan kunnen we daarna nu richting Brenda en Lia om te gaan zwemmen. Oké, we hebben de jassen weer aangetrokken om op pad te gaan. Ik pak even een dropje nog voor in het giegeltje. Mooi klaar met die keelpastiers die altijd in de bak is. Ik krijg zo'n rare smaak van die man. Ik denk dat het dus ook eigenlijk niet zo slim is om te gaan zwemmen. Maar ik heb het Lia al beloofd. Ja, maar we moeten even kijken waar ze de sleutels heeft gelaten. Maar goed, het brood is op, dus dat gaan we nu even halen. Hè, Moppie? Gaan we even samen op pad, hè? Daar kun je het gelukkig altijd wel lekker in jagen. Even de slot onder de neus vandaan halen en dan gaan wij op pad. Wil je zitten? Ik kom niet weg bij deze plas. Noah! Zo'n bloedheid. Nou, ik ben Noah overreden. Een sprintje trek ook. Nou, kom. Kom maar nooit thuis zo. Ik voel me met een minuut zieker. Gaat dat mij een verstandige beslissing laten nemen om rustig aan te doen? Nee. Want we gaan nu zwemmen. Ja, Lia kijkt daar nu al heel de tijd naar uit. Dus ik kan het bijna niet over mijn hart verkrijgen om dat niet te gaan doen. Ik hoop gewoon dat ik me morgen beter voel. Ik knal er even 2 paracetamol in. En we gaan gewoon met die banaan. Top, top, top idee, Sanne. Ik heb net al de spullen gepakt, dus we gaan nu inladen. En mijn huis was al een zooi. Ja. Een koekje. Ja. Top. Wie is dat? Oma. Dat is waar. Ze lijkt precies. Ben je nou zo blij? Ja. Noah! Netjes! Nee. Oké, doe even snel zo, mijn batterij is bijna leeg. Ik was net bij de huisarts en dan krijg ik weer die medicatie niet mee voor het slapen. Het is soms zo saf allemaal. Ik kan niet zo goed praten, dus ik hoop dat ik morgen wat meer kan filmen omdat ik weer wat meer stem heb. We hebben uiteindelijk maar soep gegeten. Pompoensoep. Ik vond Noah erg lekker, dus die had eindelijk eens een keer iets van groentes. Pompoensoep, nou. Wie had dat gedacht? Ik ga nu even het eten voor morgen klaarmaken. Ik moet dus die wokgroentes gebruiken. Want ze gaan zo verdaten, dat is zonde. Dus dat ga ik nu even koken. En dan ga ik even douchen. En dan ga ik op tijd mijn nest in. Want klaar voor vandaag. Dus even kijken. Kijk, 2 sausjes. Deze is sowieso heel lekker. Ik heb eens een keer deze genomen. Dus ik kan die eens een keer proberen. Voor de afwisseling. En dan gewoon met deze wokgroente. Tot vandaag. Sorry voor mijn stem nogmaals. Ik denk niet dat ik vandaag veel kan vloggen. Tenzij ik vanmiddag mijn stem weer een beetje terugkomt. Oh, verkeerde knopje. Ik heb vannacht 39,5 graden koorts. Hij is nu weer een beetje gezakt. Maar ik weet niet of het straks nog terugkomt. Want ik voel me nog steeds niet heel lekker. Maar de koorts was in ieder geval weg, dus dat was het chill. Maar ik werd eigenlijk ook 1:15 wakker van de koorts, omdat ik het zo koud had. Nou, door mijn keel was heel erg zeer.
En die deed niet echt zeer, maar ik vannacht weer lopen hoesten. Ik hoest helemaal groene gele slijm op. Dus dat betekent wel dat het alweer loskomt. Dus ik hoop gewoon dat ik een beetje een slechte dag heb en dat het daarna weer een stuk beter gaat. Maar een goed begin van het nieuwe jaar is weer ziek zijn. Maar ik zie echt op Instagram, op mijn stories, echt iedereen ziek zijn. Dus volgens mij iedereen lekker aan de ouderwetse griep. Oké, het gaat iets beter. We zijn er nog niet, maar het gaat wel even wat beter. Mijn stem is echt nog steeds een beetje... mensen zeggen zwoel, ik zeg mannelijk. Ik ga straks even het bed hier verschonen, want dat is vies. Maar ik had even iets wat ik voor jullie een uitdaging wou doen. Volgens mij had ik nog één van mijn december vlogs in mijn vlogmas. Laten zien dat ik het 18 dagen programma ging doen. Van geef mij je angst. En er zat een opdracht in en die vond ik heel moeilijk. Maar vind ik wel een leuke uitdaging voor jullie om ook te doen. Moet jij even van mijn boekje af, schatje? De opdracht. Je moet natuurlijk niks, maar schrijf 100 positieve dingen over jezelf. Stop niet voordat je er 100 hebt gevonden. Nou, ik vond dat heel moeilijk. Ik heb ook uiteindelijk Google gebruikt om positieve eigenschappen te zoeken. Maar het is mij zelfs gelukt om 100 positieve dingen over mezelf te schrijven. Nou stond er bijvoorbeeld wel bij dat meteen een mooi recht afloopt. Maar goed, als je 100 moet opschrijven. Maar ik liep bijvoorbeeld bij 20 liep ik al vast. Dacht ik, nou dat gaat me nooit lukken. Maar uiteindelijk heb ik er ook 100 gevonden. Dus een uitdagingje voor jou. 100 opschrijven en niet stoppen en de volgende dag meer schrijven. Nee, in één ruk 100 schrijven. Met behulp van Google, want dat heb ik ook gedaan. Nu ga ik weer wegleggen, want hoe meer ik praat, hoe vervelender het wordt voor mijn keeltje. Daarbij. Ik besloot om naar de dokter toe te gaan. 1, 2, 3. Rood. Ja. Rood erbij. Ja. Blauw en purple. Oké. Au. En niet een pleister. Oh, hebben we geen pleister? Nee. Ja, maar niet. De kleine terrorist is er ook weer. Nee, ik ga hem aanzetten hoor, schatje. Oké, kijk maar. Het enige wat ik juist makkelijk kon laten zien vandaag was het eten. Dat. Ja. Vergeet ik dan weer te doen. Die heb ik niet meer, maar... Het was kip met rijst en wokgroenten, dus dat was niet heel bijzonder, maar wel erg lekker. Ik hoop dat ik morgen weer een beetje hersteld ben, dat ik wat meer kan praten. Yeah. En ik ga volgende week of deze week even kijken of ik die camera even kan opsturen. In ieder geval even een flapje laten maken, dat zou echt ideaal zijn. Neem mijn fiets, mama! Neem mijn fiets, mama! Oh nee, niet die, ja. Nee. Oh. Die rustig aan jij. We krijgen les van mijn dochter, maar die is streng. Oh, het is een avondschuld van mama. Hier is er niks bij. Ik ben de juf. Je luistert niet. Ik luister goed. Oh. Oh, moet ik een boek hebben? Mag ik dan ook weer hier zitten? Nee. Wat moet ik dan? Ik neem het ook, ik krijg het in mijn boek. Schrijf je mee? A, B. En ik ben ook E. E, F, G. Hallo, let je op? 1. Je luistert niet. Nee, je luistert eer niet. Nee, het was E precies. Oh. Nou, het is iets aan de betere hand. Ik ben natuurlijk vandaag gewoon thuis met de kinderen, dus dat is altijd wel even een beetje pittig als je nog herstellende bent. Dus ik merk dat ik wat sneller licht ben in mijn hoofd. En ik heb er nou eentje die loopt in de blote kont rond. Ja, jij moet schone luier. Ga liggen dan. Nee, je bent heel te aan het rennen, jij. In je blote billen. Ik ga eens even die luier doen. Zijn we lekker aan het bouwen? Nee!
Alleen Noor, die wil niet Lia helpen. Daar zit Lia niet echt op te wachten. Kom maar hier op je eigen ding zetten, Noah. Ik wil zo graag kinderen die een beetje dicht op elkaar zaten, zodat ze lekker samen konden spelen. Ja. Little did I know, kleine terrorist. Wellicht beloofd om vanmiddag weer naar een zeker speelding te gaan. Ik hoop dat het een beetje meevalt, maar het komt met bakken uit de hemel. Dus ik ben bang dat het daar ook weer druk is. Maar goed. Ik heb al naar de logo. Met popcorn. Ja. Heb je dat zelf gemaakt? Mooi hoor. Een auto. En nog een auto. Piep, piep. Waar is de wagen? Ik hoop een deze dagen met Tim dit gepaard naar haar slaapkamer. Waar is de wagen? Ja, de wagen die heb ik laatst ergens gezien op een plek waar die niet hoorde. Oké, hier zat ooit een systeem in. Dat zit er niet meer in. Dus ik ga dit even sorteren. Ja, dat ga ik even doen. Dus ik ga denk ik even alle mandjes eruit halen. Even hier neerzetten. Dan even alles opnieuw ordenen. Want er zat echt een systeem in. Ik wil sowieso een beetje gaan ruimen. Ik heb met mijn moeder afgesproken dat we dat gaan doen als de kerstspullen eruit zijn. Zodat we toch gewoon wat meer orde hebben om dat te kunnen doen. Ik heb soms in mijn hoofd het hele systeem hoe ik dingen wil hebben. Maar er wonen meer mensen in dit huis. En soms matchen we dan niet helemaal met hoe het dan teruggelegd wordt. En dan in het begin dan ben ik nog heel erg netjes alles aan het terugleggen waar ik vind dat het hoort. Of waar ik heb bedacht dat het hoort. En dan daarna denk ik, nou even, laat maar, ik gooi het ook maar gewoon erin, want dat doet de rest ook. Nou ja, en dan krijg je dus wat er in dit kastje ook gebeurd is. Nou hoop ik dat ik dit ga redden voordat Noah wakker wordt. Anders dan gaat de zooi zich weer verplaatsen en dan heb ik alleen maar op meer plekken zooi in plaats van dat er iets geordend is. Even een doekje er doorheen. Ik had deze bloempot, daar zaten al die potloden in, dus de bloempot die ga ik naar de schuur doen. En dan die potloden die gaan bovenin het kastje, daar heb ik een tekenspullenmand. Ik ga denk even beginnen met mijn mandje. Dit was als bedoeling mijn mandje, er zitten nu van allemaal dingen in. Dus ik ga even sorteren, dit kan in de prullenbak. Dit is niet mijn. Dit wel, dit ook. Account, die doe ik even apart. Dus eerst even kijken. Sorry nog steeds voor mijn stem hoor, dus ik probeer zo duidelijk mogelijk te praten. Gewoon een lipstick, een extra lenzenpotje, twee van die haarspel, lipgloss en een... Dit is een nieuwe primer, dus die kan naar boven toe. Dan heb ik nog een losse oorbel, een ketting en nog een enkele oorbel. Die ga ik ook even kijken of ik dat straks nog tegenkom. En anders dan kan het ook naar boven naar gewoon waar mijn sieraden liggen. Dit is een nagelknippertje die doe ik hierin. Zo'n kammetje voor je wimpers. Die kan hier ook wel blijven. Dus dat was mijn mandje. Helemaal fijn, schat. Er zitten ook nog steeds kaartjes aan. Die knip ik er ook even. Hè? En bij het weggedeelte. Dit is mijn portemonnee. Ik heb echt nooit meer een portemonnee bij me. Maar goed, daar kan wel mooi mijn ziekenhuispasje weer in. Dan leg ik mijn portemonnee ook gewoon in mijn mandje erbij. Dan zet ik even dit mandje hier op de stoel. Dan heb ik hier dus alle zonnebranden. Tim's over chipkaart. Klompen sleutel. Ach, pasfotootjes van onze Nino. Oh. Deze. Pasfoto's, dat vind ik wat meer zo'n bakje waar je alle dingetjes inlegt. Gewoon pasfoto's, dat soort dingetjes. Hier kom ik weer een nagellak tegen. Nou, gaat hij, waarom zit hij nou zo? Ga je er even raar met de focus dan? Dit is gewoon zo'n topcoat nagellakje. Eigenlijk hoort dat wel boven. Kan ook wel even hierbij. Dit is weer zo'n ding dat hoort bij de kleidingen.
Dat ga ik daar zo even bij leggen. Dit is een armbandje van Tim. Dat is toen we op vakantie waren in Gambia. Zou geluk brengen. Een schaar. Dit zijn losse elastiekjes. Dit is zo'n hand ontsmettingsgebeuren. Dus dat kan ook apart. Oké, als we dan dit mandje gewoon gebruiken voor de zonnebrandingetjes. Dat kan dan nu naar achter, maar dan staat dat er gewoon. Dan heb ik ruimte over. Dan doe ik die handspul doe ik ook hierbij. Nee, dat is een super mondkapje. Dan zet ik deze vast even in de kast. Dat mandje. De kabels. Nog een knuffel en een speen van Noor. Dan had ik hier net die enkele oorbel van. Dus heb ik de andere ook weer gevonden. Heel klein schroevendraaitje. Dit zijn dus van die dingen dat je denkt, oh wat schattig. Maar dat ga ik gewoon wegplooien. Dat gaat nergens over. Een stukje van de douche. Oké, ik denk dat ik hier dus afstandsbedieningjes en zo in ga doen. De reservesleutels ga ik hierin doen. Niet dat hele stukje. Vind ik ook mooi alle kabels hier dus in doen. Dan zag ik wel net één kabel. Deze. Dan heb ik van die kinderelastiekjes. Een haarelastiekjes. Ik denk dat ik dat er even omheen ga doen. Dat is natuurlijk geheid om mis te gaan. Want als je nog één kabel nodig hebt, dan gaan we alles weer overhoop halen. Dat zit er dik in. Ik doe het kleine schroevendraadje ook maar weer hierin. Dat is van de bruiloft. Ja, die wil ik eerder even op de koelkast of zo hebben. Dat zie je in zo'n mandje. Nu zit die pasfoto's ook dan even hier doen. Dan is dit een beetje zo'n van alles mandje. Stuiterbal weggooien. Dan wil ik eigenlijk dit mandje voor Tim doen. Dus dan heb ik zijn overchipkaart, zijn horloge, zijn armbandje. Dan zit dat gewoon allemaal klaar in. Die hij van mij gehad heeft, die kan er weer in. En dan kan hij daar, want hij legt dat portemonnee en zo altijd hier neer. Dan heb ik hier nog haar-elastiekjes voor mezelf, want deze is zo vies, die kan weg. Dan heb ik hier nog zo'n mooi klein zwart bakje. Daar doe ik dan denk ik mijn elastiekjes in, die voor mijn haar zijn. En die kunnen dan in mijn mandje. Zo. Dit ga ik bij de... Ja, hoe heet dat? Medicijnkastje ga ik dat gewoon leggen. Deze er ook eventjes zo in. Nou ligt er nog allemaal losse zooi, maar daar ga ik zo even naar kijken wat ik daar nog mee moet. Nou, hebben we dit mandje. Spullen van de kinderen. Oh, dat zijn de soort rapporten van Lia, maar dat ga ik dan naar boven brengen. Want daar heb ik een laadje met de belangrijke spullen. Daar heb ik heel veel tekeningen van, dus die ga ik straks ook even uitzoeken. Ik heb ook een map gekocht, dat laat ik zo wel even zien. Borstel, alles eruit. Kijk, hier kom ik ook weer potloden tegen. Dit zijn van die herinneringdingetjes. Ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen als er straks iemand komt te overlijden dat je die dingen niet meer hebt. Ah, die armbandjes. Ze hebben allebei van die hele mooie armbandjes gekregen van mijn ouders, maar ze willen het allebei niet doen. En dan heb ik hier alweer een mooi kistje met waar alle elastiekjes in kunnen van de kinderen. Dus hier gaan we dit netjes allemaal. Kinderen is wat nu allemaal los in het mandje ligt. Dat candy hierin. Dat ga ik ook met deze doen. Ik ken die verpakking weg, dat scheelt wel weer. Die is weer leeg, dus die ga ik weer inruimen. Dan hebben we de babyolie, zachte crème. Voor op het wangetje. Een talkpoeder. Nee, ik ga je zo aankleden, schat. En zo doorkamspray. Dan doe ik de armbandjes voor in het mandje. Ik heb nog een zachte crème. Dus de kinderen hebben crème zat. Ja. De elastiekjes erin. Kam. Ik kan hem mooi zo op. Dat is een nagelveldje. Dat is zo'n neus voor de snot. Zonnebril. Kom er hierin. Ik heb niet meer wat van hun is wat hier echt in moet. Nee, niet. Deze haarband kan wel.
Een beetje zo aan de zijkant. Nou, dat was het denk ik. Kijk hoeveel leger die meteen is. Nou, toch? Ik wil even die reserve spelen en knuffel ik wel eventjes nog hierin. Ik vind deze ook in de kast en die van mij. Dan hebben we nog een spaarpot van hier. En een spaarpot waar het geld van ons in zit. Dus als we los geld zo vinden, dan gooien we het hierin. Nou ligt er nog heel veel zo op tafel. Daar ga ik nu eventjes nog naar kijken wat weg kan en wat kan blijven. En even met dit stapeltje, want hier zitten mijn kaarten in. Het is dan dus met van opa Peter voor Noah, dus dat ga ik dan in hun mandjes doen. Ah. Dit was zo lief. Dit had ik van Sherelle gekregen en dan kon ik er eentje openkrassen. En dan kon ik kijken waar ik blij van word. Nou, zullen we er even eentje doen? Ik had al kaas en lier. En nu Noah. Dingen om blij van te worden. Nog eentje doen? Ja. Eten. Is toch leuk. Dus die wil ik ook bewaren, want dan kan ik dus nog wat krassen. Die kan weg. Oh, dit was een kortingsbon van Centerparks. Uiterste boekingsdatum 31 december 2022. Oh, zonde. Oh, dat is zonde. Ja, dan weet je dus niet dat het er nog ligt. En dan kan je het dus weggooien. Hier heb ik nog allemaal kaartjes. Dat ik eigenlijk nog een leuke pot voor moet vinden. Want dat hebben alle mensen zeg maar met de bruiloft hebben een date night idee opgeschreven. Ik probeer ze nu ook niet te lezen. Want het zou wel nog een geboortekaartje zijn. Ja, nog een geboortekaartje. Dit was zo lief. Toen we Noah daar op het kinderdagverblijf kregen we deze. Dan komen we veel te lang aan het willen. Oh, ik heb aardig wat kaarten al. Wil je nog een geboortekaartje van Noah hebben? Ik heb er nog vier. Nog een date night. Heel veel liefs. Voor mijn collega's. Inge en Roel. Dit was mijn kerstkaart van vorig jaar voor Inge en Roel. Ga ik die nog geven? Ja, sowieso ga ik die geven. Noah ligt nog te slapen, schatje. Ja, ik ga je aankleden. Dit is een oude agenda. Ga je nou met dit doen? Dan moet ik even, oh, daar moet ik straks even een bakje voor vinden. Omdat ik daar nog een bakje voor moet vinden. Deze agenda die kan weg. Die heb ik echt bijna niet gebruikt. Dit is op. Oh. Dit is niet de op. Nee, die is niet op. Mijn klein beestje maar. Zo fijn, want nu komt Lia helpen. Ik wil dit houden. Oké, okay, is goed. Allebei. Alleen dit bedoel ik dus. Nu blijven er allemaal dingen liggen waar ik niet weet wat ik er per se mee moet. Deze is handig voor mijn lens schoon te maken. Dit ga ik weggooien. Het is gewoon een pleister. Dit. Dat is weg. Nou, zit er nog 17 minuten bezig. Dan heb ik hier de lade, daar doe ik de stiften en de prit in. Deze la kan ook alweer een uitzoekings nodig hebben. Maar doe ik ook even die chalkmark, doe ik even daar. Zodat het bij elkaar ligt. Dit moet even zo en zo. Dan doe ik de padlood bij de tekenstellen. De dingetje bij de... Het is eigenlijk om... Weet je. Die dingen waren eigenlijk voor cakes en dat soort dingen. Om van die vormpjes erin te maken. Maar dat is geclaimd voor kleien. Ik heb nog god niet wat ik hier nog moet. Zo heb ik wel van Tim. Schaar. Oh. Deze ook gewoon stiekem weggooien. Maar nu weet ik wat ik deur. Ik heb alleen maar rotzooi. Dit gaat ook in die etui. De thermometer gaat gewoon bij ons medicijnenkastje. Die ook wel weer een keer gedaan kan worden.
net zoals de voorraadkast en de rest van mijn huis. Ik weet dat veel mensen die mij volgen ook Rebecca volgen. En die weten dat als je niet lekker in je vel zit, dan zit je huis ook niet lekker in zijn vel. Nou, dat is bij mij keer 400. Zij heeft één kamer, ik heb mijn hele huis. Ja. Wauw, goed hoor. Oké, okay, nou heb ik nog een paar dingetjes. Om armbandjes te maken. Maar dat moet ik doen, want dat is nog veel te klein voor. Oké, die vind ik dan leuk om te bewaren. Dus die bewaar ik dan. Deze kan weg. En deze kan ook weg. Ik zit al ruim 20 minuten aan het filmen ben. Dus ik heb hier nog wel zooi liggen. Dit zijn van die stickers voor het zindelijkheid. Dus dat wil ik wel even bewaren. Want dat kan ik nog straks met Noah nog gebruiken. Ik weet niet zo goed wat ik met die geboortekaartjes moet doen. Ik denk dat ik ze maar weggooi. En net zoals deze dingen, ja. Daar heb ik nog geen mooie pot voor. Dus die leg ik dan ook weer even terug hier achter in de kast. Maar... mandje voor de kinderen. Mijn mandje. Tim's mandje. Kabeltjes. Paspoortdingetjes, dat soort dingen. Zonnebrandcremetjes, dat soort dingen. Spaarpotten en dan nog een paar losse dingen. Maar dat is een wereld van verschil met hoe het er net uitzag. Dat is ook weer voor later. Oh ja, nou vergeet ik helemaal. Ik heb dus dit soort mappen gekocht. Zwarte mappen. En dan is er eentje voor Noah en eentje voor Lia. En daar doe ik gewoon allemaal zooi in, knutselwerkjes. En dit is van Noah. Daar gaan hier de dingen voor Noah in. En die andere is voor Lia. En dan heb ik gewoon alle knutselwerkjes. En dan doe ik gewoon waar een beetje wat waarde aan zit. Ik ga natuurlijk niet elk knutselwerkje bewaren. Maar dan heb ik even iets waar ik het in kan stoppen. En dan als ze 18 zijn, dan is het alsjeblieft. Zoek het uit. En dan hoor ik het wel weer. Ik heb gewoon weer dezelfde fout gemaakt door gewoon weer naar Belorig te gaan. Maar van de week gingen we zwemmen. En toen was het niet zo super druk of zo. Dus ik dacht, het gaat vast wel. Maar het was natuurlijk gewoon weer net zo druk als vorige week. En iedereen zegt ook, ja, het is toch nog vakantie? Ja, dat snap ik. Maar ik had hoop of zo. En ik had het Lia alweer beloofd. Omdat ik het gewoon zwaar vind om alleen thuis te zijn met die twee kinderen. Maar goed, maakt niet uit. We hebben het overleefd. Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Alleen sommige kinderen zijn echt kusjeskinderen. Laten we het daarop. Dat is mijn vriendelijke scheldwoord. Ik ben van vallen. Ik vind eigenlijk alleen mijn eigen kinderen leuk. En die van mijn vrienden. Maar voor de rest vind ik kinderen eigenlijk helemaal niet leuk. Ze zijn zo gemeen en ongeduldig. En dan denk ik, doe die zo gemeen. Let eens op. Ze beukt er eentje zo hier voorbij. Nou goed. Ik ga snel naar huis, want mijn moeder die is er als het goed is. Zij is hier aan het pesten. De vissen niet leuk. Ik ga rijden met Noah. Moet ik je weer tillen zeker? Pak maar Noah. Gang. Oh, je hebt wat... Noah. Nou, we gaan het moeten nog meer bouwen. Oh, kom je niet. Oh, je hebt een schoorsteen gemaakt. Ja, we hebben een schoorsteen. Nou. Vanavond weer een soort havenkeertje, kaas, schnitzel en kipnuggets. Neppen. Broccoli. En frietjes. En Liesjes wel. Ja, Liesje wel, hè? Ja. En Noah. Ik denk dat de vlog wel lang genoeg is, dus ik ga hem afsluiten. Ik heb natuurlijk een stukje opruimen erin zitten, dus ik denk dat hij nu wel lang genoeg geworden is. En dan kan ik mijn beelden even gaan inladen en dan kan ik op tijd beginnen met editen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie dit weer leuk, een halve week vlog. Ik mis het dagvloggen wel een beetje. Misschien ooit pak ik het weer een keer een maandje op ofzo. Ik vond het wel echt heel leuk om te doen. En ja, dat maakt een soort motivatie om elke dag. En dan heb je elke dag even iets te editen. En dat is wel makkelijker editen dan een halve week vlog. Omdat als je een dag vlogt, dan is het echt letterlijk de dag daarvoor dat je iets hebt gedaan. Ik zie opeens iemand met nagellak aan de gang. Daar ga ik zo even ingrijpen. In ieder geval, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende weer. Doei doei!